prismasteen is eigenlijk ja, een geperste steen. En het geeft ons eigenlijk de mogelijkheid of de vrijheid om een andere vormgeving van de steen te gaan toepassen. En daarom is het ook interessant dat we die vormgeving eigenlijk gebruikt hebben om dat innovatieve karakter eigenlijk nog eens te meer in beeld te brengen eigenlijk. We zijn hier vandaag bij de innovatietoren van Living Tomorrow, het nieuwe innovatiecentrum in Vilvoorde. We willen de toekomst laten zien en we willen daarmee ook de partners mee betrekken. We zoeken partners die ook die toekomst willen laten zien. Niet alleen het product is duurzaam en circulariteit, maar we trekken die circulariteit helemaal door in het systeem zelf. Hierdoor krijgen we een CO2-negatief product en een CO2-negatief systeem dat perfect aansluit bij onze duurzaamheidsvisie en onze duurzaamheidsbelofte Together to Zero om tegen 2050 een CO2-neutrale footprint te hebben. Duurzaamheid is eigenlijk voor ons een soort van ja, flexibiliteit dat een gebouw moet hebben. We zijn met een betonnen sterke structuur begonnen waarvan we die gevels eigenlijk kunnen gaan inpassen. Als er in de toekomst andere noden of wensen zijn, kunnen die gevels eigenlijk vervangen worden, maar de structuur kan wel behouden blijven. Buiten de standaardformaten hebben we een tijd geleden ook eens nagedacht wat is de meest creatieve vorm om een façadegevel te gaan opbouwen. Blijkbaar is dat de ruitvorm, die zeer creatief is, waardoor je 8 verschillende stapelpatronen kan gaan vormen. De architect kan zelf de voorvorm gaan kiezen, kan de kleur en de textuur projectmatig gaan vastleggen. En we wouden eigenlijk een soort van monolith gaan bouwen, zodanig dat daar... En de fijnheid zoeken in textuur. En dit geeft natuurlijk met de mallen die gemaakt zijn, maar je kan eender welke mal maken, geeft een heel mooi patroon. En je kan met dit patroon ook nog andere patronen gaan maken. En dan natuurlijk het vergaande is natuurlijk ook met de natuur, het sustainability verhaal en zo verder, wat er eigenlijk ook nog eens achter zit, de nieuwe manier van produceren. Ja, vind ik dat wel een hele knappe zet naar de toekomst toe.